Goedemorgen allemaal. Mijn verhaal vandaag gaat over elektrificatie van industriële warmte. En waar ik vandaag naar wil kijken is vanuit het systeemperspectief en een versimpeld analyse van het energiesysteem. Aan de linkerkant heb ik een plaatje staan waar de hele nadruk van de industrie op dit moment ligt. En dat is heel logisch ook op de directe CO2-emissie, de zogenaamde scope 1-emissie. En eigenlijk de indirecte CO2-emissies worden niet altijd even goed meegenomen, naar mijn mening. Waar ik nou wil letten is eigenlijk in de toekomst gaan wij van fossiele energie naar renewable energie. En dat geeft een aantal uitdagingen. Dat de renewable energie fluctueert. En hoe kunnen wij vanuit de industrie, met ons baseload demand dat we nu hebben, hoe kunnen wij daar die combinatie maken tussen de fluctuerende duurzame energie en onze baseload demand. Heel belangrijk eigenlijk, waar ik naar wil kijken, is naar een systeem dat naar zero carbon emissies gaat. Dus naar nul emissies. En voor de lange termijn toekomst. Ik kijk in deze analyse vooral naar zon en wind. Dus eigenlijk de hernieuwbare energie met fluctuerende dingen die afhangen van het weer. Dus niet zozeer naar biomassa. En de nadruk ligt op stoom, de belangrijkste warmtedrager in de industrie. En dat heeft wat meer complexiteit dan bijvoorbeeld heet water, wat je makkelijker kunt opslaan. En stoom is dat wat moeilijker mee. En dit is een plaatje hoe je heel vereenvoudigd gezien systeemwijs een industriële fabriek zou kunnen zien. In het midden, in het blauwe blok, dat is het core proces van onze industriële fabrieken. Bij ons bij Nobian bijvoorbeeld productie van zout. Wij zouden ook papierfabrieken kunnen kijken of andere chemicaliën. En hoe het op dit moment meestal georganiseerd is, zie je aan de linkerkant. Daar staat dan een utility eiland, waar de ketels staan op gas of de warmtekrachtcentrales. Die leveren dan stoom aan de fabriek. En de fabriek gebruikt dat voor allerlei processen, voor indamping, voor destillatie of alle reactieprocessen. En zo is op dit moment in veel gevallen de industrie georganiseerd. Als je naar de toekomst kijkt en naar zero carbon kijkt, dan zou je dat utility eiland zou je kunnen verplaatsen door iets soortgelijk. En dat zie ik aan de bovenkant, heb ik het gezet, aan de rechterkant. Bijvoorbeeld door een biomassaketel, een e-boiler of een waterstofketel. Dat is eigenlijk voor de industrie de makkelijkste stap. Want hoef je eigenlijk een utility eiland met een gasketel te vangen door een ander utility eiland. Maar een andere optie, en die is eigenlijk veel efficiënter, is naar een warmtepomp te kijken. En dat is ook wat we vandaag gaan analyseren. Deze opties aan de rechterkant vergelijken met elkaar. Een rood blokje dat ik tussen heb gezet is warmteopslag. Daar ga ik vandaag niet nader op in. Dat is nog echt een gebied in ontwikkeling. Maar daarmee zou je ook natuurlijk de koppeling tussen fluctuerende duurzame elektriciteit en de warmtebehoefte van de industrie, die koppeling wat makkelijker kunnen maken. Dus als je nu kijkt, ik heb nu twee plaatjes hier staan. Aan de linkerkant staat in oranje staat het windprofiel. En in blauw staat wat je dan als bijvoorbeeld een vraag kan hebben van de industrie. Een beetje baseload vraag wat je hier ziet, wat een beetje fluctueert met de weekprofielen en de dagprofielen. Wat je hier dus ziet is dat dat een duurzaam profiel, dat gaat naar alle kanten op. Dat fluctueert gewoon met het weersomstandigheden waar je zit, hoeveel wind je hebt, hoeveel zon je hebt. En je ziet eigenlijk, je hebt een behoorlijk wat tijd, heb je een overschot aan generatie, de opwekking ten opzichte van de vraag. Maar je hebt ook een tekort aan opwekking. Nou, dat linkerplaatje is moeilijk om wat simpele analyse te doen. Daarom heb ik dat vertaald naar het rechterplaatje. En het rechterplaatje is een jaar duurkromme en heb ik de dingen gesorteerd op van groot naar klein. Dus hier staan eigenlijk de opwekking door de duurzame elektriciteit gesorteerd van groot naar klein. En op de x-as staat het aantal uren. Verder heb ik een blok neergezet met een baseload demand, wat van ons vanuit de industrie zou kunnen zijn. Wat je twee dingen ziet, is aan de linkerkant van het rechte plaatje, zie je een overschot elektriciteit. Dus eigenlijk dat er meer elektriciteit wordt opgewekt door duurzame opwekking dan wij met het baseload demand nodig hebben. En dat is vooral een probleem voor de windontwikkelaars of voor de zonontwikkelaars, want dan krijgen ze lage prijzen dan voor elektriciteit. Aan de rechterkant zit de uitdaging voor ons. Daar heb je dus een tekort aan duurzame elektriciteit, maar wij hebben wel vragen omdat we bijvoorbeeld warmte mee willen maken. En dus dat is de uitdaging en daar gaat eigenlijk vandaag het grootste deel van het verhaal over hoe kun je dat driehoekje aan de rechterkant invullen. Je kunt ook simpele sommetjes hier aanmaken. Dat driehoekje aan de rechterkant is ongeveer 25% van je vraag. Dus 25% van je vraag kan niet direct ingevuld worden door duurzame elektriciteit. Het goede nieuws bij is dat eigenlijk 75% van je vraag kun je direct invullen voor duurzame elektriciteit. Je moet voor die 25% van je vraag moet je wat verzinnen.
En dat kan gebeuren doordat je flexibel gaat doen, dat je demand-side management doet, zodat je eigenlijk de fabrieken wat af gaat regelen. Of je zou iets moeten balanceren dat je die warmte of die elektriciteit ergens anders vandaan komt. Als je nou kijkt naar de huidige situatie, als je nou dat driehoekje aan de rechterkant, waar je een tekort aan duurzame elektriciteit hebt, zou opwekken met fossiele elektriciteit, je wil elektrificatie doen, hoe zou het eruit kunnen zien? Dus als je bijvoorbeeld een e-boiler zou neerzetten, daar kan dus als je 1 megawattuur warmte op jaarbasis nodig hebt, zou 0,75 megawattuur zou je direct uit de duurzame elektriciteit kunnen halen, maar 0,25 megawattuur moet je uit balancing halen. Nou, als je die balancering bijvoorbeeld uit een gasgestookte elektriciteitscentrale koopt, dan betekent eigenlijk dat je nog steeds maar ongeveer 50% CO2-emissiereductie hebt. Dat komt eigenlijk door die 75% van de tijd heb je 0% CO2-emissie, maar die 25% heb je best wel veel CO2-emissie van die gascentrale. Als je in plaats van e-boiler een warmtepomp zou neerzetten, zou je eigenlijk, omdat je veel minder elektriciteit nodig hebt. Ik ga van deze presentatie trouwens steeds uit van een warmtepomp met een COP van 4. Dat is op zich een redelijk goede warmtepomp, maar in de industrie zou dat gemiddeld moeten kunnen voor een heleboel processen. Dan zou je eigenlijk een CO2-reductie moeten halen, omdat je veel minder balanceringsvermogen hebt van 90% zijn. Dus heb je met 10% CO2-reductie, 10% CO2-emissie ten opzichte van een gasketel. Dus als je hier al kijkt, zie je ook in de huidige situatie, ook door de CO2-reductie, als je warmtepomp kunt toepassen, zou je het moeten toepassen in plaats van een e-boiler, een baseload e-boiler. Maar als je nou een nul carbon hebt, dat is eigenlijk waar we de toekomst naartoe willen hebben, hoe zou je dat dan kunnen doen? En ik onderscheid hier drie mogelijkheden. Eerst is directe elektrificatie, hebben we net ook besproken, met de e-boiler of de warmtepomp. Je kunt ook een indirecte elektrificatie hebben, waarbij je dus de duurzame elektriciteit omzet naar waterstof en die waterstof stook je dan in de waterstofketel. Of je zou hybride kunnen hebben waarbij je een e-boiler hebt en alleen een waterstofketel inzet voor het driehoekje voor die 25% aan je vermogen. Dus als je ziet bij die directe elektriciteitsconsumptie zou je dus bij de directe elektrificatie 75% zou direct zijn en 25% van de elektriciteit zou je krijgen uit elektriciteit die opgewekt is via een gascentrale op waterstof. Als je wat sommetjes aanmaakt, dan ga je niet verder op in, maar dan krijg je van deze beelden wat eruit komt. Aanname die ik hierboven heb gedaan, is dat de waterstof met 70% wordt opgewekt in de beste economische weg. En als je dit nou naast elkaar vergelijkt, als je nul carbon heat wil hebben, 1 megawattuur, hoe ziet het dan uit? Wat ik hier heb aangezet in deze plaatjes, hoeveel megawattuur duurzame elektriciteitsproductie moet je maken. Dus eigenlijk hoeveel windmolens moet je neerzetten, heel simpel gezegd. Ik heb twee situaties neergezet. Het linkerplaatje is met een baseload heat demand, zodat je gewoon constant 24/7 constante warmte afneemt. Het rechte plaatje is als je flexibel kunt zijn. Maar als je dus naar het linkerplaatje kijkt, in het plaatje heb ik trouwens ook twee dingen aangegeven. Een deel van de duurzame elektriciteit wordt gebruikt om het naar waterstof om te zetten. Dat zijn de blauwe balkjes. En oranje is de directe toepassing. Als je naar dit linker plaatje kijkt voor baseload heat demand, zie je duidelijk dat de waterstofketel die heeft de meeste windmolens nodig. En dat komt eigenlijk door de conversieverliezen in de ketel. De e-boiler baseload heeft iets minder elektriciteit nodig, maar nog steeds heel veel, want er zit behoorlijk wat elektriciteit is nodig om waterstof op te wekken voor de balancing. Als je de e-boiler met de waterstofketel naast zet, gaat het worden minder, omdat je veel minder waterstof nodig hebt. Dat ga je dan direct toepassen in de ketel. Maar ook in dit geval zie je dat de warmtepomp het beste functioneert van al deze opties, wat hoeveel windmolens erbij staat. En eigenlijk vier keer zo weinig, en dan komt een beetje de COP4 staat er ook door, ten opzichte van de waterstofketel. Als je flexibel draait, zie je dat het een beetje verschuift. Dan zie je dat de e-boiler flex al een stuk beter doet. En de warmtepomp baseload doet het ietsje beter dan de warmtepomp. De flex warmtepomp doet iets beter dan de warmtepomp baseload. Volgende stap hebben we dat proberen te vertalen. Wat zijn nou de integrale kosten van 1 megawatt warmte? 1 megawattuur warmte. En de grappige is, het zijn allemaal kaperskosten. De windmolenontwikkelaar die moet zijn windmolen neerzetten. De electrolyseontwikkelaar moet zijn electrolyse neerzetten. En wij als industrie moeten of een warmtepomp, of een gas, of een waterstofketel, of een warmtepomp aanschaffen. Onze kosten voor de industrie zijn het grijze blokje.
De oranje blokjes zijn de kosten voor om waterstof te maken. En de blauwe zijn om de duurzame elektriciteit te maken. En de blauwe zijn voor waterstof. Wat je hier dus even ziet, is eigenlijk een soort merit order van de totale systeemkosten. Dan zie je dat de warmtepomp, flex of baseload, maakt niet eens zoveel uit. Maar je ziet eigenlijk een oplopende prijsniveau. Waarbij in dit geval een waterstofketel, ja, dat is een relatief lage kosten voor de industrie, maar een hele hoge kosten voor het systeem. De baseload e-boiler zit er ook in, heeft ook een hoge kosten voor het systeem. En de warmtepomp, die heeft in dit geval verreweg de laagste kosten voor het systeem, helaas de hoogste kosten voor de industrie. En dus maar vanuit dit perspectief, van het systeemperspectief, zou dus de warmtepomp best functioneren en ongeveer op systeembasis ongeveer 3 keer zo goedkoop zijn als een waterstofgebaseerde ketel, waterstofsysteem. Dus even een korte samenvatting. Nou, het positieve verhaal, als je elektrificeren van je warmte, 75% van je baseload elektriciteitsdemand, kun je meteen van duurzame elektriciteit hebben, bekijken. Belangrijk is naar het systeemperspectief te kijken. En niet alleen naar de scope 1 emissies. Als je een e-boiler wil gebruiken, gebruik hem dan vooral hybride. Dus zet hem aan als er overschot elektriciteit is. Maar op de andere momenten probeer een slimme manier de warmte op te wekken. En ja, als je naar de toekomst kijkt, ik denk, voor mij betreft zou eigenlijk in de elektrificatie van de industrie zou een prioriteit moeten liggen op de warmtepompen. Omdat je dat veel efficiënter van het systeem gebruik maakt. Probeer die te koppelen met innovatieve elektriciteitscontracten. En je ziet de windmolensontwikkelaars, die hebben ook een PS produced met een vaste prijs. En daarmee zou je dus eigenlijk met de huidige hoge gasprijzen, zou je dat ook kunnen koppelen, daarmee ook lange termijn intrekkelijke elektriciteit kunnen sourcen. En mijn advies ook, als je e-boilers of waterstof gebruikt, dat echt voor de nichegebieden, waar je hoge temperaturen hebt die niet met de warmtepomp op kunnen doen. Dat is mijn verhaal, Wiebe. Oké. Dankjewel.